Nieuwe toeristische plek in Kommerwijnen geopend. Milo-scholen in Marwijnen en Broekoponde worden niet meer samengesmolten. En OPEC-functionarissen bereiken geen akkoord inzake olieproductievermindering. Shubh Diwali. Het is vandaag zondag 30 oktober, Diwali-dag. Ik hoop dat het licht van de dia de duisternis mag verdrijven en vrede, harmonie en voorspoed voor u mag brengen. Kampong Gede moet de volgende toeristische plek van het district Kommerwijnen worden. Kampong Gede, dat groot dorp betekent in de Javaanse taal, zal boeren van Kommerwijnen de kans geven om hun waar goedkoop aan de man te brengen. Volgens Robert Casto, initiatiefnemer, is Kampong Gede een burgerinitiatief. Dit initiatief hebben we genomen om in feite de agrarische sector in zijn algemeenheid te bevorderen, maar in het bijzonder om de boeren van Marienburg, de vissers en mensen die bezig zijn met handicrafts, hun te stimuleren om hun product rechtstreeks aan de man te brengen des zondags. Waarbij zij zelf verkopen en wanneer de boer of de visser zelf verkoopt, dan is het goedkoop. En wanneer het goedkoop is, dan trekt het veel mensen. En wanneer het veel mensen aantrekt, dan is er voor elkeen een win-win situatie. Zowel de boer, de agrariër, de man die vruchten verbouwt en dergelijke. En ook de consumenten, de mensen van Marienburg en de omgeving. En dat is voor mij, mijn doel is om in feite de mensen die hier wonen, omdat ze dan de hele week in de stad werken, hebben ze des zondags een mogelijkheid om toch geen groenten, vis en vlees te kopen. De officiële opening is vandaag gedaan door de burgervader van Kommerwijnen, Remy Polak. Hij vindt dat alle goede initiatieven van burgers ondersteund moeten worden. De burgervader is blij met de zondagmarkt, want na de sluiting van de suikerfabriek was er weinig werkgelegenheid in Kommerwijnen. Maar met de komst van deze markt is er weer leven in de brouwerij. Kampong Kete wil zeggen grote kamp. Ja, en die kamp stond er al hier een tijdje. We weten en we zien dat er heel wat mensen komen naar Kommerwijnen. En we moeten het attractief maken, zodat toeristen komen. We hebben Marienburg hier, ja, die jaren suiker geproduceerd heeft. Dus wij willen hem aanpakken. Vandaar dat ik verleden heb gezegd, we gaan de mensen van Marienburg oproepen om Marienburg helemaal schoon te krijgen. Waardoor we willen dat er toeristen komen. Je ziet het, dit is de aanvang die we hebben gemaakt vandaag met een farmersmarkt. En waarom een farmersmarkt? Dat betekent dat er geen tussenpersonen zijn. Dat de producten iets goedkoper aan de man gebracht kan worden. Ik ga mijn groenten ook hier verkopen, zegt Jenny Warsel de Kromo, die een bezoek aan de markt bracht. Volgens haar is het een lang gekoesterde wens van de burgers in Marienburg. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten na een lange werkweek en kunnen over ditjes en datjes praten. Ook de mensen van de stad zijn volgens Warsel de Kromo van harte welkom. Mijn man plant en ik denk dat ik binnenkort ook hier kom staan om mijn peper te verkopen. Ik heb cassave, ik heb heel gauw ook bananen. Dus ik kom ook hier heel gauw om mijn waar te verkopen. En ik heb echt een drukte gezien van mensen die gaan en komen. Ik heb mensen gezien, hier gezien, die ik jaren niet heb gezien. En het deed me goed dat ze allemaal positief zijn. Het wordt echt ook een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten hier. Maar ik wil wel erbij meegeven, we moeten positief blijven, maar ik hoop ook dat ze dan elke week komen. Want de bedoeling is om het elke week te houden. En ik denk ook dat de mensen van Paramaribo mogen genieten van onze goedkope vruchten, goedkope groenten en planten. Op de markt kom je groenten, vis, vlees en lekker eten tegen. Een van de verkopers, een vrouw van 74 jaar, is blij met deze aanzet. Nu kan ze haar landbouwproducten in haar eigen buurt verkopen. Voor deze verkoopster is dit een stimulans voor de komende generatie. Ik vind het boom die zij die vinden het boom. Omdat voorzien ben de boyo, maar boom langa aboyo aan de moron bestaat moro. En trouwens dat hij de sma eva serie kon waka. Dan in plaats van dat hij nu opo wang boyo pakar, dan ben mi persiri mi adik persiri mi kang suku wangstan mi kang denajasu kan demi ping later
akango na mistan na mi abista, mbing trots na. Castro zegt dat na evaluatie de mogelijkheid wordt bekeken om de markt uit te breiden. Het nieuw schooljaar van de avond Mulote Albina, Mungo, Brokopondo en Bronsweg start officieel op dinsdag 1 november 2016. Nadat de studenten van deze scholen geprotesteerd hebben en hun misnoegen hebben geuit, heeft het ministerie een besluit genomen om de scholen draaiende te houden. Sinclair Westenburg, die leerkracht is op de avond Mulote Brokopondo, geeft aan dat hij de samensmelting niet raadzaam vond, omdat het voor ontwrichting kon zorgen in vele gezinnen. Zij die hier wonen weten van dat de afstand eigenlijk niet te doen is. Als we denken aan rijden van Brokopondo, centrum Brokopondo, naar Bronsweg, dan praten we over bijna drie kwartier tot een uur. Moet u nagaan, als je, zeg maar, als je toch werkt in de middag en je besluit naar school te gaan, moet je drie uur al daar op de hoek staan. Kijken als je een bus kan pakken om te komen naar Bronsweg. Dan ben je vier uur, half vijf hier. Ga je naar huis, dan ben je, als je het goed berekent, misschien half elf pas thuis. En ik denk, of samen met mij, heel veel andere leerkrachten denken dat je op zo'n manier gezinnen gaat ontwrichten. Want kom je half elf thuis, dan slaap je kinderen al. Je man is misschien boos, want hij heeft niet gegeten en niemand heeft gekookt. Je weet al dat alles gaat spelen. Dus daarom vinden wij het niet zo raadzaam dat de school naar Bronsweg moet. Wij die nu een beetje in opstand komen om te vragen als de kinderen gewoon hier kunnen blijven op Brokopondo. Drie uurtjes terug hebben we een telefoontje gehad van dat we kunnen ons geruststellen. Want er is besloten dat de school door mag gaan hier op Brokopondo. Westenburg verzekert dat er een alternatief voor uitgekeken zal worden, zodat de studenten hun leerstof kunnen inhalen. Zo kunnen zij ook meedoen aan het schoolonderzoek in december. Wat we gaan doen, misschien de vakantie doortrekken of andere modellen bedenken. In samenspraak met de stad natuurlijk, want zij zijn degene die dat alles moet goedkeuren. Dus wat zij beslissen samen met ons, dat gaan we samen doen. Het is niet dat we gewoon een beslissing willen nemen en zeggen van hey, we gaan het uitvoeren op zo'n manier. Nee, maar we willen wel dat die kinderen december staan. Als het december niet kan, ik bedoel de vijfde klassers, hè? Als het in december niet kan, denk ik dat we zeker naar een andere mogelijkheid of naar een ander datum toe. Grotella Friede, zij is coördinator van Onderwijs Marwijnen, geeft aan dat de avondmuloschool te Albina te weinig studenten had. Zij heeft zelf voor de mobilisatie gezorgd. Burgers van omliggende dorpen werden gemotiveerd om zich te registreren om de school te bezoeken. Dat heeft voor een positieve uitwerking gezorgd, waardoor de samensmelting niet meer plaats zal vinden. Het besluit was genomen, laat me het zo zeggen, want de minister heeft naar een ander bericht al gestuurd. En omdat er te weinig cursisten zich hadden ingeschreven. En aan de hand daarvan had men een besluit genomen. Maar de cursisten zijn eigenlijk zelf op pad gegaan om de zaken dan recht te trekken. En men heeft wel daarop gereageerd en positief. Verder geeft Vrede aan dat er nadere gesprekken volgen met het ministerie om na te gaan welke oplossingen toegepast zullen worden, zodat de leerlingen nog deel kunnen nemen aan het schoolonderzoek dat in december zal aanvangen. Steeds meer jonge vrouwen geven gehoor aan de oproep om ondernemer te worden. Zo hebben enkele jonge vrouwelijke ondernemers onder de naam The Boss Ladies Event gisteren hun vierde event georganiseerd. Deze groep vrouwen werkt voornamelijk met natuurgrondstoffen die in Suriname voorkomen. Julia Mook, een van de ondernemers, legt uit dat ze al jaren bezig is met het maken van verschillende oliesoorten. Via social media is de groep gestart met de promotie van de producten en kijk nu al tevreden terug naar het behaalde succes. Ik ben al jaren bezig, maar het event is pas de vierde keer. We hebben huid- en haardproducten, we hebben pangies. Onze basisolie is maripaolie uit het binnenland en daar zit pure parfumolie verwerkt. Ik heb hier zo
Homemade zeepen. Het zijn tonka zeepen, maar hier heb ik een tonka zeep met puur en een cacao. Deze is een slabriki met neem. Hier is neem alleen met tonka. En dit is krapa met tonka. Het reinigt uw huid, maakt uw huid schoon en het haalt puistjes weg. Verder vervaardigt de groep verschillende zeepsoorten voor het reinigen van de huid. Momenteel is de opbrengst nog niet wat de groep verwacht. Er is wel sprake van een groei in de belangstelling in Suriname, vandaar dat de groep nu mogelijkheden bekijkt om tenminste volgend jaar ook op de internationale markt te verschijnen. Districtscommissaris van Kommerwijnen, Remy Polak, heeft een oplossingsplan voor het watervoorzieningsprobleem in zijn district. De DC stelt dat het probleem van water hem zwaar op de maag ligt en hij maakt zich vooral druk over de veiligheid en gezondheid van de gemeenschap. Met het oprichten van een stichting voor het district wil hij samen met de gemeenschap alle problemen van Kommerwijnen oplossen. Hey Queens, want we gaan kijken naar de gezondheid, volksgezondheid van die mannen. Daarom adviseer ik ze, zodra ze een put gaan graven, laat ze contact maken met BOG. Waardoor BOG ze een beetje kan begeleiden. Maar je weet dan, is het weer, niet iedereen zal het doen. Want om die tabletten te kopen, kost geld. Toch? Van mijn naam wou niet. Ah, weet ik wat er aan gebruiken. Daarom zei ik ze, het water moet je niet gebruiken om te drinken. Het water moet je gebruiken voor je toiletten, voor je afwas en dergelijke. Je gaat nu wat geld moeten uitgeven door drinkwater te kopen. Maar wij gaan het oplossen omdat wij gezonde mensen nodig hebben. Wij het land opbouwen. En ik praat exact over Kommerwijnen. We hem opbouwen, kan hem alleen maar opbouwen met gezonde mensen. Dus wij gaan ervoor zorgen dat de mensen goed drinkwater hebben. In delen van Kommerwijnen is het elke dag weer te zien hoe kinderen en jonge mannen langs de kreken van het district water moeten vullen en overschenken in watertanks. Nu wil de DC samen met de Antonokom Universiteit nagaan hoe stromend water te produceren. Polak zegt dat er 5 waterbronnen zijn gelokaliseerd in Marienburg. De burgervader vindt dat de burgerij in ieder geval water uit de kraan moet krijgen. Zo pak je aan, ik ben geen waterdeskundige. Maar hier, waar we nu staan, 2 kilometers verder, is er toen men begon met de aanleg van de dijk, heeft MNO hier putten gegraven om de modder weg te halen, de klei om te brengen naar de dijk. Dus er is zoveel water hier. Dus ik had gedacht om gewoon een zuiveringinstallatie te zetten en de gemeenschap van Nadienburg tot Alkmaar te voorzien van water. Het is toen besproken met meneer Oosteling en Oosteling zegt dat is niet zo, dat je gewoon een zuiveringsinstallatie kan zetten. Maar het moet veel werk, veel studie vooraf. Je moet het water iedere keer testen. Dan is het goed voor drinken? Ja, is het drinkbaar? Dus het is niet zo eenvoudig, maar we gaan eraan omdat we dat probleem moeten oplossen. Jenny Warsodi Kromo, zij is DNA-lid van het district, zegt dat ze ook met de handen in het haar zit. Volgens haar moet er met man en macht gewerkt worden om een oplossing te vinden voor de bewoners van Kommerwijnen. De parlementariër hoopt dat er snel een oplossing komt. Er is een oplossing in zicht, toch? Er wordt hard aan gewerkt. Maar het probleem is, Kommerwijnen heeft geen water. We moeten dat water ergens vandaan halen. En de populatie, u heeft zelf gezien, er zijn zoveel mensen komen wonen in Kommerwijnen. En wij moeten dan al deze mensen ook voorzien van water. En ik denk dat de regering niet echt voorbereid was hierop. Ik kan u hierbij wel meedelen dat meneer Oosterling zijn best doet. Hij zet alles in het werk, maar ik ben zeker hebben hier zeker 4 tot 5 mensen mee benaderd van mevrouw Jenny, wat gebeurt er met het waterprobleem? Maar ik denk dat ze positief moeten blijven denken. Er wordt gewerkt. En ik ben niet zo lang geleden bij meneer Oosterling op bezoek geweest. Maar het gaat nog even duren. Dat mag ik wel meegeven. Het is niet een oplossing die morgen komt. Burgers die hun handen in de mouwen steken, hebben zelf gezorgd voor hun eigen watervoorziening. Robert Kassiman, bewoner van Voorburg, vindt het initiatief van de DC goed. Kassiman heeft een waterput achterop zijn erf gegraven. Uit de put wordt er water gehaald, in watertanks opgeslagen, om later te zuiveren met alumpoeder. Met de guanpetti, gimme voorziening, met pompawater, gimme die routine, doodwater, dan met potadressie,
alleen poeder. Bagawan die daar mij kon zo. We was naga eng. We was kroos naga eng. Maar we drinken. We drinken wat er is. Ja. Drinken wat er aan mij bij. A bori wat er aan alleen wat er. En dat zo. Om een jaar ik wat mee doen. Nou, mooi tori. Even aan kan doen. Dat kan gebruiken wat er. Maar of we maar drinken, dan nou weer tratori. Ama moet zetten contact, hoe kan drinken, hoe kan boren aan. Anders na gewoon wasi. Dan gaan was krossi. Sowieso abong. Ja, als maar je afkomen wenen. Dat nou abong in initiatief voor deze. Loop dat allemaal zetten aan kon snel. De burgervader zal alle ondersteuning van de bewoners van Kommerwijnen krijgen om het district de plaats te geven die het verdient. Klinkend erfgoed is een begrip dat vrijwel onbekend is in Suriname. Monumentaal erfgoed is zichtbaar en tastbaar aanwezig. Klinkend erfgoed heeft te maken met geluid. Maar het klinkend erfgoed kan ook zichtbaar en tastbaar zijn, zoals in de vorm van het carillon op het Valjansplein, nabij Telesuur, de grote klokken van de basiliek, de orgels van de Centrumkerk en de Maarten Lutherkerk, als ook de klok in de toren van Financiën. Met de klinkend erfgoed Suriname Week wordt voor de eerste keer aandacht besteed aan dit nieuwe aspect van sporen van het verleden in het heden. Het was niet in ons opgekomen om een inventarisatie te maken van het klinkend erfgoed als het ministerie van Financiën de klok in de toren niet opnieuw in werking wilde stellen, geeft Stanley Sidoel, directeur van het directoraat cultuur, toe. Het deed hem enorm goed dat de Stichting Gebouw Erfgoed Suriname de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland benaderde om de inventarisatie te doen. Ja, klopt, wij al in Suriname. Natuurlijk heb je ook andere erfgoed, natuurlijk industrie erfgoed. We praten over Marionbeuren. Dus natuurlijk weten we van de verschillende zaken, maar we staan er nooit bij stil. Maar als je werkt, en dat doen we wel bij cultuur, de erfgoeddeskundigen doen dat wel, kom je toch wel op zaken zeg van dit. Dit behoeft een apart beleid, dit behoeft een aparte aanpak. En zo zijn we dan bij klinkend erfgoed begonnen, beland. Ja. De orgels in het centrum en Martin Lutherkerk worden als de mogelijkheid en financiën het toelaten, gerestaureerd en onderhouden door Nederlandse deskundigen. Voor Rudy van Straten is het belangrijk dat Suriname het klinkend erfgoed zelf leert onderhouden. Er zijn momenteel 20 organisten en zij gaan leren kleine delen van het orgel te repareren. Dat zijn alle orgels, beschreven van welke bouwen, hoe groot ze zijn. En in die beschrijving staat ook wat de staat is waarin ze verkeerden. Toen ik in 2014 hier kwam, waren de meeste orgels, hadden een achterstand in onderhoud. We hebben toen gezegd van ja, daar kun je wel steeds mensen uit Nederland laten komen om dat te doen. Maar het is veel beter om hier mensen op te leiden. Dus een onderdeel van het hele klinkend erfgoed is opleiding. En we hebben hier nu een aantal mensen gevonden die met een Nederlandse orgelbouwer samen aan het werk zijn bij alle verschillende orgels om onderhoud te plegen. En misschien straks ook mee te gaan werken aan de restauratie van het orgel in de kathedraal. Daarmee komt die kennis hier in Suriname. En dan hoeft niet elke keer als er een storing is of wat dan ook iemand heel duur met een vliegtuig hier naartoe te komen. Maar dan kunnen mensen het hier zelf gaan oplossen. Rafael van Ommeren en Ernst Sterborg zijn orgelspelers. Zij zijn vrienden en hebben elkaar geïnteresseerd voor dit vak. De een wilde pianist worden en de andere bleek een geboren organist. Het geheel denk ik dat het voor ons als organisten zeer goed is omdat mensen niet weten over het instrument of gelijk het instrument associëren met saai of dat soort negatieve stereotypen. En ik begrijp wel, broer, je bent niet verplicht het mooi te vinden. Broer, dat hoeft niet. Maar ik zeg wel, vaker zijn mensen aan één gedeelte, dat misschien traditioneel is en misschien inderdaad saai is, daaraan blootgesteld en denken dat het orgel is. Terwijl er veel meer te doen is. Zeg, kijk maar vandaag wat we hebben gedaan met de drum erbij. Je kunt het met de hele band meespelen. Er is zoveel meer eruit te halen dan het zaaien. Het is handig, want dan ben je niet echt afhankelijk van de orgelbouwer. Soms moet je dan even weken wachten afhankelijk van zijn schema, wanneer die komt. En dat kost ook geld.
Dus nu kunnen we wat besparen daarop. Ik ga anderen mee vragen hoe we meer kunnen stemmen. Omdat vanwege het klimaat dat we hebben, orgel vaak ontstemd kan raken. Dus dat wil ik best wel leren. En net als een trompet, wanneer je buurman dus eigenlijk speelt en het naar niets klinkt. Dat kan dus gebeuren hier met het orgel. Laten we dat dus stemmen en meer met de mechaniek leren omgaan. Ik wens u een prachtige Diwali-avond toe.